Nog even wordt er druk geoefend. Woensdag staan drie teams van twee Zaanse scholen in de finale van Ontluikend Ondernemen 2018. Ons product is de persie. Dat is een prullenbak die zeg maar afval in elkaar perst. Vind je het niet fijn om vieze handen te krijgen? Ja. En leeg je niet graag je prullenbak? Ja. Koop de persie en weg is je ongemak. Hij perst je afval samen, dus je hebt ook minder, je hoeft minder vaak je prullenbak te legen. Daardoor heb je ook minder vuilniswagens die je moet legen en dus ook een soort van beter voor het milieu. Dit is precies wat we nodig hebben, jongens. In de stoomhal in Wormer pitchen de teams hun ideeën onder toeziend oog van BN'er Joefat Westendorp. Erg spannend, maar ja, ik verwacht wel dat het erg leuk gaat worden ook. De Herman Gorter School is ook vertegenwoordigd met een team vol meiden. Aan alles is gedacht. Een plan, t-shirts en... Net als logo. Ja, Partners is eigenlijk een soort van gewoon een bedrijf wat kinderfeestjes organiseert. Maar dan niet normale kinderfeestjes, maar kinderfeestjes die per seizoen met seizoenen te maken hebben. Dus bijvoorbeeld in de winter doe je dingen die met de winter te maken hebben. En in de zomer doe je dingen die met de zomer te maken hebben. Kijk, we hebben ook een nieuw mailtje. Ik heb ook met de rekening binnengekregen van het feestje van gisteren. Oh, fijn. Dan kunnen we daarmee ook aan de slag. Hallo? Ja, waar spreekt u mee? Ga je al wat doen? Ja, haar zusjes die willen een feestje gaan doen. Oh, leuk. En hoe oud zijn de kinderen? Wij wouden wat met kinderen doen, maar dachten kinderfeestjes zijn eigenlijk wel, dat hebben door meer mensen. Dat bestaat al, dus dachten we, dan maken we het speciaal om het per seizoen te doen. Terug bij de Rietvink. Ook hier is hard nagedacht over een goede inzending. Het was Maarten met het beste idee. Een douche met een ingebouwde timer. En waarvoor is dat nodig? Zodat mensen minder lang douchen. Wat vind jij van de minutenstraal? De minutenstraal heeft mijn leven echt veranderd. Het is zo handig. 5 minuten heb je maximaal per dag. Oké, maar dat is wel voldoende, denk je? Ja, eigenlijk is dat misschien zelfs al veel. Maar als iedereen eens heel kort moet douchen, dan moeten ze heel snel wennen. Weet jullie wel dat het helpt voor het milieu? Nee! Nou, dat doet het dus wel, want het bespaart meer water. Nou, ze vonden het wel een goed idee, omdat eigenlijk heel veel mensen te lang douchen vonden, ze zelf ook. Woensdagmiddag wordt duidelijk welk team het beste idee heeft. Daar zijn we ook bij. Check het resultaat op onze website.